Hey, hallo, Corinne hier. Nou, ik dacht, oh jee, help, ik heb geen video voor vanavond. Dus we gaan even heel erg snel improviseren met de Grunge collectie. En ik dacht, ik maak gewoon eigenlijk een vierkante kaart. Dus ik ga eerst mijn basis even verzinnen. Dus dit gaat aan de kant, maar dit wordt er wel in gebruikt. Dus wat gaan we eerst doen? Even kijken. Wat is wijsheid? Eerst maar gewoon de basis snijden. En die wordt 15. De basiskaart wordt 15 bij 15. Dat vind ik wel een mooi formaatje. Dan past die in een normale flop. Dus dat eerst even. 15. En dan moet hij natuurlijk 30. Want je papier is net iets groter, hè? Dat is 30,5. Dus er moet even een reepje af. Oké, nou als het goed is heb ik nou 15 bij 15. Dan ben ik nog wat vergeten te pakken, want ik moet ook nog zwart. Kijk, ik had hem natuurlijk ook gelijk kunnen rillen, maar toch doe ik dat liever eigenlijk met de hand, zo. Want ik heb de ervaring dat ik nogal eens scheef ril. En nu is dit wel niet zo netjes, maar dat komt met vouwbeentje goed, hè? Vouwbeentje, zeg maar vouwbeen. We hebben van Studio Light een nieuwe en echt een heerlijke grote. Oké, nou pak ik even mijn zwarte gladde karton erbij. En dat heb ik gelukkig nog plenty, want ik had nog een hoop ontdekt. Ik dacht eigenlijk dat ik er ver door was, maar het blijkt dat ik nog een heleboel heb. Soms moet je even opruimen om te weten wat je hebt, hè? Dus hij is 15 bij 15, dan wordt deze 14,6. Nou, dan hoef ik hem niet meer open te zetten. Dat is wel zo makkelijk. 14,6. Even aan de kant bij 14,6. Oké, dat is mijn basis. Daar komt designpapier bovenop. Uit die Grunge collectie. En nou kan ik ervoor zorgen. Oh, heb ik hem ietsjes. De een is net iets krapper als de andere. Of lijkt het maar omdat ik hem. Even kijken hoor. Ik schiet er, dan zit je de scheef. Nou, hij is gewoon goed. Dan zit je de scheef tegenaan te kijken. Dan zie je die achterkant niet goed. Dan wil ik uit mijn Grunge collectie papier. Wat ga ik doen? Even denken hoor. Want ik kan twee kanten op. Zelfs de goede. Ga ik gewoon weer met het groen aan de slag? Of ga ik iets met een lichtere kleur eerst aan de gang? Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ik denk dat ik mijn basis dit ga pakken. En dan pak ik een stuk van dat erbij. Ik heb al zoiets gemaakt, maar ik wil het dan toch net weer wat anders maken. Oh, kijk, nou, en hier wil ik ook een strook van. Nou, top. Hier gaan we gewoon even een strook van afsnijden. Ik vind dat wel leuk, dat stiksteekrandje. Dus dat komt erbij op. Voor mij nou. Dat komt er gewoon, dat laten we erop zitten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie lengte of hoogte. Hoe hoog is dit? Nou, dus dit is bijna 6. Dus snij hem op 6 af. Deze wordt 14,2 bij 14,2. Nou, vind ik het wel tof dat dat ene streepje erin zit. Dus die laten we erin. 14,2, want ik had 14,6. Dan gaat er 4 af, hè, bij mij. 14,2 bij 14,2. Dus altijd even nadenken hoe en wat. Maar ik vind het dan, als ik dan zoiets ga maken, toch wel leuk dat er. Ja, hoe zeg ik dat nou? Kijk, dit. Ja, en dan zit dat. Dit zit al gewoon in mijn hoofd, hè? Dit wordt ook 14,2 natuurlijk. Maar die snij ik ietsjes langer af. Dat ik hem dadelijk gewoon. Of zal ik het proberen? Hij moet natuurlijk wel passen, hè? Het zou een beetje knullig zijn dat hij net te kort is. Maar hij past. Oké, 14,2 bij 14,2 was die grote. Wat gaan we nou eerst even doen? Ik ga hier even een stempel overheen zetten. En ik denk dat ik dat niet met zwart ga doen. Dat wordt een beetje hard.
Ik denk met bruinig. Ik ben ook nog een beetje in twijfel welke... ga ik hem wel in het zwart doen? Ik wil hier een lijstje op. Zal ik eerst even wegleggen? Dat doe ik eigenlijk normaal ook altijd. Dus laat ik dat nou ook even doen. Welke plaatjes, lijstjes en dingetjes ik wil gaan gebruiken. Ik vind dit lijstje mooi. Deze. Nou, hoop ik dat ik hem er netjes uit krijg. En dan kan ik twee kanten op. Want er zit een dame in het... En eigenlijk wilde ik daar wat mee doen. Ik heb wel die man al een keer gebruikt. Ja, die hebben jullie trouwens nog niet eens gezien. En dan wordt hij een beetje hetzelfde. Die zit ook nog steeds vers in mijn geheugen. Dus dat lijkt er wel op. Maar dan, hij wordt dan toch weer net iets anders. Even voorzichtig losheilen. Oh, hier zit hij ook nog vast. Hier nog. Zo. Dit zijn ook allemaal losse framepjes. Hè? Want als je deze loshaalt, kun je dit weer als frame gebruiken. Zie je? En die is dan weer een frame. En dit is dan een framepje met een soort van doorkijkje. Ik vind dit dingetje ook eigenlijk wel leuk. Misschien ga ik die wel gebruiken. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik haal hem er wel uit. Dit niet in ieder geval. Dus die wil ik daarop. En dan komt deze, die komt hier onderdoor. Ik denk dat ik toch met zwart moet stempelen. Want die dame die ik erop wil hebben. Ja, ik ga die dame doen. En dan heb ik nog wel even knipwerk hoor, jongens. Sorry. Ja, ik heb gewoon niet voorbereid. Ik schoot ineens. Ik was eigenlijk druk met wat anders bezig. Ik heb ook gewoon heel veel andere dingen op het moment nog aan mijn hoofd. Wat ik nog moet doen. En toen dacht ik, oh, ja. Want ik had beloofd dat ik wilde proberen om YouTube gewoon weer netjes vol te gaan maken. Want ik wil die dame, oh, wacht even. Dan ga ik dat frame, ga ik zo zetten. Hè? Want die dame komt hier en anders zie ik die tekst natuurlijk niet. Maar dat ga ik dadelijk bedenken. Dus ik wilde dit alleen maar even weten voor het stempelen. Oké. Even aan de kant dit spul. Dit ook. Er moeten natuurlijk allemaal nog matrandjes onder. Ik zou eventueel deze al vast kunnen zetten. Zal ik dat doen? Dan zit die maar vast. Even kijken waar mijn... Even kijken, staat iets in de weg? Deze. Die heb ik ook nodig dadelijk, mijn lijmflessie. Voor de kleinere stukjes. Maar dit kan alvast erop. En dan wil ik hem dadelijk wel beinkten. Maar dan denk ik... Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Denken, verzinnen. Wordt het wel, wordt het niet? Doet ze het wel, doet ze het niet? Dat is zo eerlijk, hè? Als ik een video maak zelf, dan kan ik gewoon lekker bepalen wat ik zelf doe, hè? Dat is ook wel eens lekker, hoor. Dat is die. Nou... Even dit dicht. Dop er even terug op. En dan gaan we deze afstempelen. En dat mag grungy. Dus al zou die niet helemaal netjes gedrukt zijn. Dan is dat ook helemaal niet erg. Ik probeer het van wel. Als het niet lukt. Kijk, en we hebben. Want dit is natuurlijk een lange stempel. Maar we hebben van Studio Light. Van die lange slimlijn. Stempelhulpjes. En dat is toch wel heel fijn. Nou, het inpak van Studio Light erbij. En dan zullen we eens even kijken hoe ver. Want ik wil dat dus. Even kijken hoor. Hoe ga ik hem houden? Want ik krijg. Ja, ik wil hem zo gestempeld hebben. Dan moet ik even kijken. Ik moet even goed beïnkten. Alhoewel, ik zei al, hij mag grungy, hè. Dus al zijn er delen dus die niet goed zijn, is dat bij grunge dus totaal niet erg. Dus denk nou niet als je hem dadelijk gestempeld hebt, als je hem gaat maken. Chips, ik mis een deel. Dat is helemaal niet erg. Ik wil hem wel een beetje recht stempelen. Oh, dat wordt lastig zo. Wacht even. Als ik nou een bepaalde lijn aan kan houden. Ja, weet je, die stippellijn loopt weer niet door. Dat is dan weer balen, hè. Ga ik het dan maar gewoon op de gok doen?
Ik kan er niet zo goed doorheen kijken. Legt hij een beetje. Nou ja, ook dit mag crunchy. Hij ligt redelijk recht. Nou, laat maar vallen. En zoals hij erop zit, zo zit hij erop. Nou, we duwen even en we laten even de inkt zijn werk doen. Dat is ook wel even fijn. En dan heb ik weer even wat poetswerk natuurlijk. Hoppa! Nou, hij is hartstikke mooi. Oh, kijk nou, leuk. Er zitten nog wat soort takjes in. Even kijken. Poetslapje erbij. Een natte doekje en een droge. Want dit moet natuurlijk ook weg. Hopla. Ik wil wel dat de boel schoon is. Ik zal even dit in de buurt leggen, want misschien heb ik hem dadelijk nog wel een keer nodig. Waar heb ik mijn andere poetslapje nou weer gegooid? Dat is niet te geloven. Die heb ik net nog... Oh, dat ligt op de raamlijst. Hoe zeg je, die heb ik net nog gebruikt, dus dat kan toch helemaal niet weg zijn. Zo. En waarom nou eigenlijk geen basismal? Omdat ik weet dat niet iedereen alle basismallen kan aanschaffen. Vind ik het ook leuk voor andere mensen die dus niet alles kunnen kopen. Ook kaartjes te maken, live. Terwijl je niet alle mallen nodig hebt. Oh, ik geloof dat hier nog inkt aan zit als ik het zo zie. Oh, nou gaat alles schuiven en alles valt om. Okidoki, die is klaar. Ik wou zeggen, ik gooi hem daarheen, maar dadelijk kukkelt hij weer op mijn werk. Ik doe hem gewoon even netjes in zijn hoesje. Oké, nou, die mikken we maar even op de grond, want die zijn we klaar mee. Die kan ook weg. Ik geloof niet dat ik nog moet stempelen. Is het droog? Ja. Nou, deze komt dus zo. Kijk nou, dan heb je dus een heel ander designpapiertje weer. Hè? Die komt hierop. Dat is helemaal top. Dan heb ik nog nodig zwart. En is dit net zo breed? Is dit toevallig ook? Nou zeg, dat is toch gewoon vet? Dan maak ik dat op. Dan ga ik hem beïnkten. En ik denk dat ik het toch maar met zwart doe. Eerst dacht ik met bruin, maar ik doe het met zwart. Bruin is iets zachter. Omdat ik ook met zwart gestempeld heb, vind ik dat dan weer beter passen. En dan komt hier dadelijk ook nog weer bruin onder hoor. Dus die doen we even net het randje. Die zien we net wat meer af. Je zou eventueel ook de randen nog ruw kunnen maken als je dat leuk vindt. Ik, vandaag doen we dat niet. Och, dat is ook maar net hoe mijn pet staat. Ik heb mijn pet niet op, dus ik kan het ook niet volgens mijn petje doen. Nou, die. En dan komt deze. Die komt dus op die zwarte. Normaal gesproken zou ik dat nooit in zijn geheel doen. Maar omdat ik nu... hoe heet dat? Oh ja, deze wel. Maar dan, ja, dan zit ik hier altijd mee. Meestal moet ik hem dan nog net even recht maken. Dat hij pas of passend maken. Dus... Maar goed, ik doe hem nu gewoon wel. Eigenlijk denk ik dat ik hem nog even met de latjes afsnij. Maar dat weet ik nog ook nog niet. Ik moet even zien hoe die... ik denk dat die kant gewoon beter recht is, of niet? Ik zie er iets aan, zal ik maar zeggen. En ik heb daar een heel smal randje. Dus wil ik dat smalle randje eigenlijk ook bij deze hebben. Oh. Nou, zie je, dat bedoel ik dus. Nou ja, goed, laat maar zitten. Want dat snij ik er dadelijk wel af als ik hem opplak. Kan nou ook al doen. Even die zwarte rand, die moet weg. Dat is maar een heel smal randje, maar dat moet er wel af. Goed zo. En dan kan aan deze kant dan ook gelijk eraf. Maar dan doe ik de breedte. Nee, nog ietsje verder. Zie je, ik ben altijd heel voorzichtig. Want ik wil niks van het designpapier eraf halen. Dan wordt hij te smal. Ik kan het net zo goed even met dit ding doen. Ik heb hem nou toch vast. Vind hem. Nou, zo is hij aan beide kanten ongeveer even breed. Dus dan vind ik hem prima.
Dan had ik een stans uitgestanst. En dan moet ik alleen even zoeken waar die gebleven is. Het zal wel heel fijn zijn als ik die nog ergens weet te vinden. Ja. Ik had dus van deze stans, maar dan het tagje, de binnenkant. Want ik dacht, dat is wel heel tof als randje. Kijk, dus ik ga hem even afsnijden, want ik heb maar één kant nodig. Weer dat stansding. En ik denk eigenlijk om het wat, oh, die moet ik niet hebben. Om het wat liever te houden, dat ik mijn bruine kraft niet beïnkt. Dat wil ik hebben. Nou, dan heb ik die andere kant nog een keer wat anders. Oh, dan moet ik nog een stuk hebben van bruin. Nou, ik haal er nog maar een stuk af. De andere kant wordt gewoon recht. Ik doe nooit beide kanten als ik hem gebruik. Waarom, weet ik niet. Had ik nou natuurlijk best kunnen doen. Maar dat, ja, dat doe ik gewoon nooit. Vind ik dan net weer te druk, denk ik, of zo. Dus, we maken daar even een randje. Met het crunch randje. Ik heb nou die kant, dus dat wordt deze kant. Weet je, ik kan het allemaal beïnkten, maar dan wordt het heel somber. En als ik nou dit blijf bruin hou, zoals het is, dan hou je het een beetje, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Wat vriendelijker. De anders is echt wel heel somber hoor. Ik heb er één gemaakt en heb ik dat wel... Nee, dan heb ik er helemaal geen kraft meer verder op gebruikt. Nou moet ik ook zeggen, ik gebruik natuurlijk dadelijk dat... ik heb dat lichtere papier op deze kaart. Dat scheelt dan ook wel weer. Oké, dit is goed. Nou ja, we halen dit ding er weer maar bij. Want dan snijden we het gelijk in één keer af, hè. En dan hou ik dus mijn vinger angstvallig hier. Dus dan gaat als het goed is. En daar is die goed. En daar moet hij nog net een klein stukje. Hoppa. Het zijn de millimeters die het hem doen. Oké, nou, dus dit komt dan dadelijk hier. Lekker spelen met papier, jongens. En daar kan je dan weer iemand anders een plezier mee doen als je dat weer opstuurt. Nou, dit vind ik helemaal tof. Ik geloof dat ik dit wel gewoon zo vast kan zetten. Allemaal, in zijn geheel. Ja, ga ik doen. Ga het gewoon doen. Heb ik dadelijk spijt. Ja, ik moet even denken. Want er zit eigenlijk in die ene mal... Oh nee, dat zit weer in een andere serie. Ik dacht, er zit zo'n opengewerkte hoek in. Maar dat zit hier niet meer in. Nee. Opplakken. Klaar. Plakken maar. Plakken maar. Nu heb ik toch gewoon mijn rolgordijntje dicht moeten doen hier aan mijn neus, voor mijn neus. Dus het is voor mij eigenlijk best wel een beetje donkertjes. Gelukkig heb ik twee ramen. Maar de zon ging erin schijnen. En misschien zien jullie nog wel hoor, dat het een beetje schittert. De zon gaat draaien, dus ik heb lichtinval. Maar ik denk, ja, ik ga toch niet allebei mijn ramen dicht doen. Dat vind ik zo donker. Nou, deze komt... plat er gewoon op. Want anders kan ik dadelijk met mijn frame geen kant op. Nou, ik doe gewoon willekeurig. Zo. Hij past mooi. Dit wordt gewoon een mooie, lichtere kaart. Nou wil ik even kijken. Er zit hier nog een randje. Ga ik dat weghalen? Nou, nee. Ik ga wel even die puntjes eraf halen. Even kijken, waar is mijn kleine schaartje? En daar gaan, ik heb die potjes, ik heb van die potjes op, op mijn bureau staan, zulke potjes. Kijk, het zijn allemaal scharen. Scharen en spettenpennen. En er staan twee potten, want ik heb het geprobeerd een beetje te organiseren. Ik heb er van de week ook al wat uitgehaald. Ik dacht van, nou ja, dat staat er allemaal dubbel in, dat is nou ook niet echt nodig. Ik geloof, weet je, ik geloof dat ik het wel geloof. Ik ga die vrouw even uitknippen, want die vrouw is wel gewoon te veel. En ook daar al zit er een heel klein randje aan, vind ik het niet zo erg. Maar niet te breed. Want ik ben helemaal geen knipper eigenlijk, hè, jongens.
Ja, dat heb ik al zo vaak gezegd. Maar zo af en toe moet je wel een beetje. En dan ben ik, oh, dan kom ik dicht bij dat hoofd. Dan ben ik zo bang dat ik het hoofd eraf knip. En dan heb ik gelukkig nog één vrouw op reserve. Die stok denk ik dat ik maar gewoon zo laat zoals die is. Ja, en jullie zullen misschien zeggen, Ko, scheid ze mee uit met dat geknip. Het is niet nodig, maar ja. Een klein beetje wel. Oh, zie je, bijna de bloemen van haar hoofd. Hopla. Ik denk dat ik hem verder zo laat. Hier nog. Zie je? Nou, daar zetten we dan wel wat overheen. Of zo. Ik ga hem zo verder laten. Ik ga daar verder niks aan doen. Ik word helemaal zenuwachtig van mezelf. Dat moet je niet worden, hè? Nou heb ik dus dit randje. En ik moet eigenlijk wel even opletten dat ik dat randje zo opplak. Dan hoop ik één ding. Oh, ik krijg lekkere zwarte vingers, zie ik wel. Dat de foam tape de goede dikte heeft, de smalle. Ik denk het eigenlijk wel. Kijk, daarom heb ik hier dit randje niet afgehaald. Want dat, ja, dat bewerk je met die inkt. Dus daar zie je eigenlijk bijna niks meer van. Vind ik dat zo'n zonde. Dan zou ik hem zo smalletjes maken. Binnenkantje ook even. En van die puntjes zie je eigenlijk ook al niet veel meer. Oh, kijk, ik eens lekkere zwarte vingers krijgen. Lijkt Roetveegpiet wel. Lijkt wel of ik de kachel gepoetst heb. Dat moet ik trouwens nog doen. Dat ruitje wordt dan altijd zo smerig, hè? Wij stoken houtkachels. En ik weet hoor, dan zijn er weer mensen die zijn er boos om. Maar ja, daar kan ik ook niet aan doen. Dan denk ik, hé, het is mijn portemonnee. Het hout heb ik allemaal gekregen. Dus, dat stoken we netjes op. Even kijken. Ik vind, ja, dit klopt nog ook. Dat hij zo moet. Mock-up even. Mock-up FF1. Frame mock-up FF1. Nou, die dame die gaat dus ook even onderhand genomen worden met zwarte inkt. Zie je, dan valt eigenlijk heel die rand, dat lichte, dat valt bijna weg. Dat valt haast niet. En ik doe dadelijk haar stok. Doe ik even anders. Ik kan ook natuurlijk even dat kleinere dingetje pakken. Zal ik dat even doen? Ik heb nog zo'n kleinere tool. Nee, dat is van de... Oh, dat heb ik weer gebruikt. Dus wil ik... Oh, dit is hem. Ik wil zeggen, dat heb ik gebruikt voor die elementen. Die elements. Die Playwood elements. Kijk, en ik dacht, als ik dit nou even... Niet sterk is, moet slim zijn. Zo, even zo doen. Hoppakee. Vind ik het prima. Dan komt zij daar op te staan. En misschien aan de link... Nee, ik denk aan deze kant. Ze kijkt zo achteruit. Alleen, dan. Dan. Wat hebben we nog meer? Ik heb nog... ik weet niet of ik Playwood elementjes erin ga verwerken. Ik moet even kijken of ik iets vind... wat ik passend vind voor daaronder... want er is al het een en ander uit, zoals jullie zien. De getallen zouden kunnen. Nou, ga ik dat doen? Eigenlijk is zo'n krul op zich ook wel leuk. Maar dan heb ik alleen die krul nodig, denk ik. Ik vind die krul eigenlijk wel heel tof. Wacht even. Ik ga alleen die krul. Snij ik hem gewoon kapot? Oh, erg hè. Maar ik vind die krul gewoon leuk. En als ik die krul gebruik, snij ik hem daardoor. Weet je, je kan gebruiken wat je wil, hè. Even kijken, waar is mijn mesje? Moet ik hem wel eerst even losmaken hier. Hier. En hier zit hij vast. En ik maak het wel zwart, hoor. Ik ga er wel even weer met die cadens op. Zo. En dan snij ik hem hierdoor. Dat wil niet zeggen dat dat andere niet meer gebruikt kan worden. Want dat kan je natuurlijk nog gebruiken.
Gewoon weer op een andere kaart. Wat komt daaruit? Een ingewand van het. Huppla. Dan hoor je hem tokken. Dan is hij dus aan beide kanten nu door. En nu is het de truc. Krijg ik dat ding er netjes uit? Oh, dan moet ik hem hier ook nog doorsnijden natuurlijk. Dat had ik nog niet gedaan. En dat krijg ik. Ik vind zo'n krul eigenlijk voor die vrouw mooier. Kijk, en die komt dan hier overheen. Zo. Gewoon daar tegenaan. Of doe ik hem daar. Dan komt hij uit een strik. Ik ga het even bekijken. Of een bloem erop of iets of wat. Ik ga eerst mijn frame opplakken. Mijn frame komt hier laag. En aan de bovenkant moet hij op zo'n strookje. Dus ik hoop dat dit eigenlijk de maat is. Sowieso de dikte hoor. Die is goed. Kijk, bij een hele strakke kaart zou ik zeggen. Koop, haalt die puntjes weg. Maar omdat het ook zo'n heel smal framepje is. Weet je hoe je trouwens je schaartje schoon kan krijgen? Want mijn zat dus helemaal onder de plak. Niet onder de plak van een man of zo, van een vrouw. Nou, dat komt daar nog een beetje. Niet te laag. Met het snotje. We hebben een tegenwoordig van Studio Light ook zo'n snotje. En dan ga je misschien zeggen, wat is nou weer een vredesnaam een snotje? Nou, dat is eigenlijk een... Ja, wat het voor materiaal is, weet ik niet. Dus dit ding. En kijk, dat kan je zien. Daar haal je gewoon de lijmresten mee af. Zie je? Ik heb gewoon de foamrestjes van mijn schaar afgeschuurd. Denk, dat moet ook gaan. En dat ging. Oké, deze komt hier. En dan zit ik denk ik al ver. Ik zie je, dan kom ik met mijn krul ook al beter uit. Moet ik wel die... Beetje zo. Ik moet even gaan bekijken wat ik verder er nog op ga doen. Want die krul kan ik later ook met mijn cadens even doen. Zij komt daar. We hebben natuurlijk nog plaatjes zat. En ik heb nog een... hoe heet dat? Een... ja, maar dan moet het wel een beetje bij die vrouw passen natuurlijk. Wacht even, dit is voor die man. Oh, ik heb hier een hart. Ik heb daar harten. Die zouden in principe gewoon kunnen. Dit kan natuurlijk ook, dat is zo'n ding. Dat hoort ook eigenlijk een beetje bij haar. Zo'n voor, wat je voor je ogen doet, weet je wel. Als ik haar nou een beetje meer die kant op zet, kan dat een beetje daar. Even zomaar voor het zicht, hè. En nou, ze doen hem... Oh, wacht even. Ik ga het plaatje gewoon nawerken. Vind ik ook kei vet. Ja, waarvoor zou ik het niet doen? Dat heb ze goed verzonnen, die Griet. Die dat ontwerp. Dat heeft Angela gedaan. Angela heeft hem zo ontworpen. Maar ik doe hem toch weer net een beetje anders. Maar ik vind het wel leuk om er een hart bij te verwerken. Ik zat eerst te twijfelen dat dit hart. Maar ik denk, dat wordt een beetje groot. Ik ga het er even achter zetten. Of niet? Kan eigenlijk wel, hè? Dan moet ik die een beetje zo doen. Dan staat zij daarop, op dat hart. Dat vind ik eigenlijk best wel tof. Dan komt die een beetje hoger. Die komt gewoon wel daarop. Zo heeft zij dat ook ontdekt. Moet ik even kijken, want ik wil niet dat zij in de lucht hangt. Dat noemen we met dit, hè. Dan hangen ze in de lucht. En dat is dan eigenlijk niet zo mooi. Want zij heeft het gedaan met deze harten. En die zijn in principe ook leuk. Oh, en ik heb hier ook nog een strip. Oh, dit is ook een strip. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik vind zo'n dichte strip dan leuker. Maar ga ik die verwerken? Zal ik die kleinere pakken? Ja, dit wordt weer even een puzzeltje van wat gaan we doen. Dat ik die hier achter zet. En dan knip ik hem in tweeën. Dat doe ik. Dan heb ik er twee.
moet die wel even rechter geknipt worden natuurlijk. Zo. Dus dan komt die hier zo schuin achter vandaan. Deze zo. Dan zie je niet veel meer van het hart natuurlijk. Even kijken hoor, of ik dat hart niet een beetje meer in beeld kan houden. Vind ik eigenlijk toch wel een beetje zonde. Er zat niet iets anders in waar ik van zeg van, oh dat is ook vet. Die Playwoods. Even kijken hoor. Ja, dan krijg ik zo'n smalle ticket. Ik denk dat ik dat... Dan moet ik haar daarop laten staan. Dat ik die erop zet. Ik vind dat hart eigenlijk wel leuk. Met die tandwielen zo. Ik moet daar gewoon iets van een tekst. Dit ding, dat gaan we niet gebruiken. Dus dit kan weg, dat Playwood gebeuren. Ik vind dat Playwood zat heb. Anders wordt het allemaal Playwood. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Ik moet daar iets van een tekst. En die zitten erin. En, oh, wacht even. Hi, beautiful. Ik moet altijd even denken, hoor. You're great. Creatures, so you bring beautiful memories. Be authentic. Wees authentiek. You are just my type. Ik wil hem eigenlijk, dan moet ze daarop staan, dan wordt hij te groot. Zie je, dat past net niet. Wacht even. Hello love, dat zou wel kunnen. En wat zei ik nou net? Hi beautiful. Hi beautiful, dat vind ik ook wel heel tof. Daar komt ze dan op te staan. Staat ze op dat? Of is dat onzin? Ja, ik kan hier heel, heel lang mee hupselen. Of ik moet mijn... nee, dat kan niet. Ik wou zeggen, of ik moet mijn... of ik laat haar gewoon precies op het puntje staan. Dat kan natuurlijk ook. Wacht even. Ik ga hem meer die kant op zetten. Ja. Ik ga dat hart zwart maken. In de verf. Ik heb toch nog wel het een en ander wat ik dadelijk... deze komt hier. Ik ga hem gewoon vastzetten hoor. Want die vrouw er dan zo op. Was goed hè. Staat ze gewoon in de midden. Zo. Dus ik kan dit opplakken. Laat ik nou eerst het hart zwart maken. Ja, jullie zeggen misschien wel hou het hart zo zoals het is. Dat is misschien eigenlijk ook niet verkeerd. Omdat het anders wel heel donkertjes wordt. Zal ik dat doen? Zal ik hem gewoon zo laten? Want dit matcht wel. Ik laat hem zo. Ja, dat ga ik gewoon doen. Ik ga hem niet zwart maken. In eerste instantie zou ik eigenlijk alles onder de cadens, zwarte cadens smeren. Maar dat ga ik eigenlijk niet doen. Maar dan ben ik het weer niet eens met die krul. Nou, dan komt... Oh, dan moet natuurlijk ook een beetje lijm aan. Anders plakt hij niet, hè? Is wel zo handig. Kijk, en hier krijg je tenminste een beetje een smal randje met lijm. Hopla. Dus ik ga deze een beetje over mijn rand heen. Over mijn gestempelde rand heen. Vind ik prima. Ik zit nog wel in twijfel. En bij twijfel is eigenlijk doen, zeg ik altijd. Zal ik eens even kijken of ik een andere kleur heb? Want ik vind, als ik dit zo wit, zo licht laat, vind ik eigenlijk niet mooi. Ik kan daar nog een klein stukje afhalen. Of wel? Als die zwart gemaakt is, is die zwart. Zal ik het doen? Het is geen zwart, het is meer goudkleurig. Ik doe het gewoon. Ik kan mij het schelen. Ook even mijn andere dingetje pakken. Mijn andere dabbertje, want ik heb zo'n dabbertje, dat heb ik daar al voor gebruikt, dus dat is dan niet zo erg. En even een klein beetje
zou niet verkeerd zijn. Ook een doekie. En een, hoe heet dat ding? Spatel. Even zoeken naar mijn spatel. Ja, dan heb je, als je alles opruimt, dan is het weer weg, hè? Hier hebben we. Dus dan doen we het even zo. Even die dame eraf. Ik ga echt, ja, ik ga het gewoon doen. Ik vind het toch net wat, ja, ik weet niet. Dan is het meer af. Ik kan er ook niks aan doen. En deze heeft nog de tijd om te drogen. Die andere eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik mijn heat gun even pak. Ja, dat, anders zou ik dit al voorbereid hebben, maar ja, dat heb ik niet gedaan. En ook al zit die dame er al op, dan zou ik hem nog wel, maar dan kan je hem niet helemaal mee goed doen. Oh, dat is te veel. Dus het moet wel... Er zit er tussen. Komt zij daar toch over te staan, dus dat is op zich niet zo erg. Dus dat zie je, je moet niet te veel pakken, want dan gaat het er overal tussen. Dan gaat het zitten waar je het niet wil hebben. Ik kan wel vertellen, het is lekker weer voor de was zo, dat wel. Dan is het toch gewoon al half oktober, hè? Zo, toppie-oppie. Ik zag niks meer aan doen. Oh, dit moet ik even goed wegzetten, dat niet heel mijn bureau onder de zooi komt. Zo, even terug in het potje. Dan geloof ik dat ik van dit weer niet meer nodig heb. Ik zal hem maar even wegzetten. Ik denk dat ik hier al klaar mee ben. Zal ik hem maar even met de heatgun verhitten? Dan weet ik dat hij ook niet meer afgeeft. Even kijken waar dat ding is. En of ik hem in de stroom krijg. Want ik heb altijd ruzie met mijn stroomding hieronder. Moet ik zoeken hoe die zit. En dan moet hij er, ja, recht in. Ga even kijken of dat wil lukken. Ik zet hem even op de harde stand. Met de verf even droog. Gaat een beetje opbollen. Liever laat ik het aan de lucht drogen. Kijk hem draaien. Stinken joh. Niet te filmen. Nou oké. Okay. Die kan wel terug in de kast. Hoppakee. Dan moeten we natuurlijk toch nog wel even het een en ander zien te verzinnen. Ik moet hem dadelijk vastzetten met mijn lijmpistool. En nou is mijn standaard wieberen. Ik heb even gevraagd aan man lief of dat hij het ziet zitten om zo'n ding van hout te maken. Maar ja, dan moet ik wel even geduld hebben, want die kan gewoon niet zoveel. Erg, hè? Maar het is zo. Maar goed, wat hij kan, kan die. En doet hij gewoon op zijn tempo. En dan moet ik hem ook niet in belemmeren. Even kijken. Ga ik dit erop doen, ja of nee? Dit zit nog vast. Oh, komt het uit. Een soort, zo'n maskerbrilletje, weet je wel. Mis ik alleen het stokje, maar... Dus nou leg mijn lijmpistool hier zomaar plat. Ik had er één gekocht, zo'n standaard. Nou, ik ben er echt klaar mee met die standaard. Ik zie het er niet meer mee zitten. Dus zij komt hier. Zo. Ik ga die hier wel... ik denk hem zo, hè. Beetje zo erop.
Hebben we, oh ja, ik zou dit erop doen. Nou, dat gaan we vast even painten. Dat ding. Denk het wel. Ik vind die zwarte eigenlijk wel leuk dat die er ook bij zit aan de bovenkant. Dus dat houden we erin, hè. Even zien hoor, wat ik daar verder nog. Ik had een tekst, hè. Die had ik er toch al uitgehaald. Ben ik nou weer zo dat ik die gewoon kwijtgemaakt heb? Of ja, ik had hem eruit gehaald. Heb ik hem teruggedaan? Ik heb hem teruggedaan, denk ik. Your Big Day? Nee, dat was die niet. Nou, dan moet het toch weer niet. Oh, ik ben gaan blazen met de heet. Niet kun. Oh, wacht even. Hier heb ik wel het Just You Are Just My Type. Hi Beautiful had ik eruit gehaald. Nou, dan komen ze misschien nog wel tegen. Ik moet even kijken wat ik verder nog leuk vind. Ik vind dit op zich ook wel een heel leuk dingetje. Om dat er dan ook nog bij te stoppen. Dus die komt... zo, ik moet niet te veel van dat hart kwijt natuurlijk, hè, want dat vind ik dan weer jammer. Maar iets of wat het mag. Oh, misschien is dat wel leuk om dat juist hier aan te houden. Maar dan ging die krul, hè. Oh. Die krul zou daar komen. Oh, ik kan geen kant meer op natuurlijk. Ik denk dat ik daar iets van ik maak hem ietsje korter. Ja. Ik knip het gewoon even een stuk korter. Gaat dat? Tuurlijk gaat dat. Is die net iets handelbaarder voor mij? Die komt dan daar. En ja, wat hebben we dan nog? Oh, ik had hier ook nog andere hartjes. Maar dan krijg ik hart met hart. Ja, weet je, is het erg? Dat vind ik niet mooi. Dat vind ik ook zonde. Nee, dat hart wordt hem niet. Misschien dat hele kleine hartje, dat ik dat hier kan doen. Ja. Oh, wacht even. Dat kan ik natuurlijk ook nog uitknippen. En dan hier in de midden. Dan valt dat precies op die poot. Ik denk dat ik dat doe. En dan komt daar de tekst. Nou, en dan eigenlijk moeten we gewoon niet al te veel meer doen, hè. Moet hier een, die krul komt hier. Maar die krul die moet toch echt een beetje omhoog. Als ik hem zo opplak, dat is eigenlijk niet goed. Of moet ik die krul dan maar vergeten? Nou, eigenlijk zonde. Ik ga een zwarte... of ja, een strik maken dadelijk. En kijken waar ik mee uitkom. Die komt er vast wel tussen. En dan denk ik dat er eigenlijk verder niet heel veel tussen komt. Had ik niet een klokje? Ja, ik heb een klokje. Hier zit een klokje in. Ik heb er gelukkig nog één. Dat is misschien nog wel leuk om die hier te doen. Ja. Oh, en nou een ene. Oh. Zwart veertje. Dat krulletje dat kan. Komt er een zwart veertje naar beneden. Het is een dame, hè, dus dan kan dat wel. En dan komt toch die krul even omhoog erop. Ja, oké, we gaan plakken. Dit wordt hem. Dat hou ik bij elkaar. Daar komt een strik. Dit moet ik nog even knippen. En moet ik even de boel nog zwart maken. Oh jongens, het is altijd wel even verzinnen. Maar dan komt omdat ik hem... Kijk, ik heb hier een voorbeeld liggen hoor, van een kaart. Die ik eigenlijk dacht van, oh, dan ga ik 10 maken. Maar dat vind ik niet leuk. Ik vind het niet leuk, want dan krijg ik zoveel dezelfde soort kaarten. En ja, we moeten naar de beurs. En dan vind ik het toch wel leuk dat er diversiteit te zien is. Snap je? Dus... ik heb nou dadelijk een mannelijke variant en een vrouwelijke variant. Ik weet niet welke ik meeneem naar de beurs. Ik
Ik vermoed deze. Ik denk het wel. Ja. Kijk, en je kan het natuurlijk als je dit niet hebt, die paper element, of die playwood elementen. Ja, ik moet wel zeggen, ze zijn wel heel vet hoor. Ik ga die een beetje hoger op plakken. Ik heb die kleine vierkantjes. Waar is mijn pincet? Het is niks zo erg als je zoveel in die potten hebt zitten. Sorry. Maar je kan helemaal niks vinden. Dat is een goede niet. Waar is mijn goede pincet? Daar. Is die dat? Ik geloof er niks van. Nee, daar is hem niet. Ik voel het ineens. Oh, wacht even. Dat moet ik natuurlijk hier in de midden doen. Dan zit hij dadelijk precies goed. Nee, want deze is niet puntig. Dit is mijn goede pincet niet. Oh, wat erg. Waar zit hem? Daar ben ik mijn pincet kwijt. Nou ja. Niks aan te doen. Hij zit misschien wel in deze bak. Ja hoor, daar zit hij. Dingetjes eraf. Dan komt hij erop. Wacht even, er zit nog wel zo'n akelige lange haak aan dat papier. Die komt daarop. En die gingen we er overheen zetten. Nou, ik denk dat ik die dame ietsjes verhoogd. Ik ga eerst dat hardop plakken. Leuk hè? Nou, het is droog, dus dat kan. Even kijken, want ik heb daar een beetje meer body. En ik doe het maar een beetje in de midden, want dan komt dat vrouwtje overheen. Als hij maar even op een paar puntjes vast zit. Die draden halen we zo wel weg. Kijk. Kan ik zo met mijn pincet bij, als het goed is. Als het goed is, hè. Kijk. Hoppatee, weg ermee. Maar misschien valt hij wel net achter die vrouw. Dat zou zomaar kunnen. Nou, die vrouw komt hier. En die staat dus gewoon precies op dat puntje. Ik vind het altijd heel vreemd als iets zo staat. Snap je? Dan staan ze in het luchtledige. Dat kan niet. Ze moet een bodem hebben. Dus ze staat nu op de rand van mijn frame. Nou, hier ook even een klein beetje aan. Niet al te veel. Nou, dan komt ze precies zo boven die rand van dat. Even aanduwen. Want ik heb... hola. Ja, naar beneden bijna niet. Kijk, dit komt hier overheen. Oh, wat leuk. Leuk hè, als iets lukt hè. Als iets gewoon toch wordt wat je denkt. Van, oh, als het maar leuk wordt. Maar het wordt wel leuk. Kijk, want dat had ik bedacht. Dan komt dat precies op die stok. Zo. Deze die kwamen hier achter gefriemeld. Kan ik daar nog achter? Nou, dan moet ik hem even schuin afknippen. Gewoon zo. En dan moet dat gewoon lukken. Ja, en ik blijf gewoon werken. Ik had laatst, hoe heet dat, gevonden? Hij mag wel ietsje gekrom staan. Hoe heet dat nou, dat spul? Toe. Ja, vroeger gebruikte ik al kit. Dat had ik meegenomen, dat had ik toen bij mijn vader gevonden. In zijn hobby spullen. Ik denk, oh leuk, ga ik deze keer proberen. Ja, dat was dus echt, dat was een goeie, hè. Maar het was echt helemaal vernacheld. Het klokje deed ik erbij. Dus daar kon je niks met mij. Dat was gewoon echt, ja, op de pop. Helaas, pindakaas. Die komt daar nog. Even met pincet. En dan moet ik eigenlijk verder niet te veel opdoen. Want dan zie je helemaal niks meer van dat hart. Je ziet er toch al niet zoveel meer van. Maar de delen hè, ervan. Kijk. Klokje. Misschien staat de klok wel helemaal op zijn kop. Dit is een 5. Ah, hij staat een beetje schuin. Ach, weet je.
Dat is ook een knie hoor, die daarop let. Nou dacht ik dus een veertje. Dus ik ga eerst dat veertje plakken. Eerst even kapot knippen, want dat is veel te lang. En die komt gewoon daar. Dan moet ik nog iets van een strik. Maar dan moet ik even gaan verzinnen. Want een gouden strik is denk ik een beetje te goud. Dus ik moet eigenlijk even zien wat ik heb voor passend qua strik. Spul. En dit strikt denk ik niet. Of strikt dat wel? Het is van dat crisp lint. Moet ik even kijken. Als dat nou strikt, dan ben ik ook al wel gered. Als het een beetje te grof wordt. Ik wil niet zo'n hele super grote strik, snap je? Nou, allee, komt u maar. En dan wou ik eigenlijk eerst mijn video gaan maken met iets. Ja, dat komt binnenkort pas uit. Ik denk, ja, dat is ook weer, eigenlijk weer niet leuk. Dus alles wat ik weer gebruik, daar zet ik weer een link van. En als je dus via die link bestelt, moet je wel die link ook werkelijk in je winkelmandje laten staan. Er zijn mensen die laten dat er niet in staan, die gooien het er weer uit. Ja, dan heb ik er niks aan. Als je via die link bestelt, dan krijg ik ook nog een kleine bijdrage. Dat vind ik dan toch wel weer leuk. Dan doen we het allemaal niet echt helemaal voor niets, hè? Ja, of je moet het me niet gunnen. Nou ja, dat kan ook. Ja, dan heb ik pech. Ik ga eerst even zien hoe ik uitkom met deze strik. Ik denk veel te grof. Dus dat wordt hem niet. Dan denk ik dat ik het even mijn touwtjes erbij haal. Die ik heb. Even zien, want ik weet niet of ik het ook. Ik dacht dat ik ook zwart had. Yes, heb ik. En dan ga ik het gewoon met dit zwarte touw doen. Alles kukkel naar beneden als je niet oplet. Ja, het zou wat zijn als het naar boven ging, zeg. Even zien. Dan gaan we hier maar even een, ik denk een driedubbele strik. Of een tweedubbele strik. En ik denk dat ik dan toch maar iets van een bloemetje ga pakken. Want het is een dameskaart. Dus het mag gewoon, het is alleen voor een stoere dame. Zou ik zomaar een kaart voor, het is niet voor een meisje. Voor meer voor steampunkachtige vrouw. Nou, dat ben ik ook niet hoor, steampunk, maar ik ben ook niet echt een meisje. Dus even zijn hoor. Nou hoop ik niet dat ik hem al te kort gedaan heb. Want ik wil die strik niet mega groot. Maar ik vind het ook zonde om iedere keer heel veel weg te gooien. Kijk, als ik dit nou zo hier doe, dan moet daar natuurlijk nog wel wat af. Dus wacht even. Eens kijken hoor. Ze moeten niet allemaal kort. Dat vind ik ook niet leuk. Maar ze zijn wel een beetje aan de lange kant. Kijk, zo vind ik het beter. Nou, ik plak hem gewoon gelijk vast. Want dat ding komt er wel tussen, die krul. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Maar als ik die strik loslaat, deze, dat nylon draad, dat vergaat zo snel. Dus, nou, en die komt er dan hier zo gewoon een beetje onderlangs. Vet, hè? Dat heb ik eigenlijk alleen maar aan één kant, hè? Normaal gesproken doe ik de andere kant ook altijd wat, maar nu doe ik het gewoon één kant. Oh, ik schrik me naar. Ik denk hij drupt. Dus dan ga ik wel even mijn touwtjes oplichten, dat ik hem daar een beetje tussendoor kan leggen. Kijk nou toch leuk. Zou ik hem, dan moet ik even twijfelen. Ga ik die kant ook een klein veertje, ga ik nog een krulletje maken? Ik ben eigenlijk altijd wel van het even gelijk, hè. Dat kan nog hoor. Ik zou hem zelfs nog met deze durven. Hij is afgeknipt, dat vind ik dan weer niet zo mooi. Deze is iets te lang nog. Ik ga het gewoon doen. Ik ga nog even een krul maken. Ik haal hem er gewoon uit. Even zien hoor. Even mijn veertje. En dan moet ik dadelijk nog iets van een bloem. Oh, 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 wat leuk.
Oh, wat leuk. Even kijken. Zie je, is maar goed dat ik mijn dabbertje nog niet opgeruimd heb. Waar is mijn snijmes? Dan moet ik de andere kant van de krul. Nou, dan blijven de tandwielen over. Nou, die komen ook wel weer ergens op. Zie je dat die dan toch nog weer snel gebruikt gaat worden? Ik doe hem gelijk maar kort. Want ik heb hem niet zo heel lang nodig, hè. Even kijken, hij zit hier vast. Daar gaat het sowieso om. Dat moet los. En hier. Pok. En ik denk daar. Kukkelt hij er van tussen? Zit hij nog ergens vast? Hij is er van tussen. En dan komt deze krul. Dan wil ik hem wel een beetje zo. Gaat dat? Nee, dat gaat niet. Dan komt hij niet goed uit. Dan komt hij zo ertussen. Past hij dan? Dan moet hij korter. Voordat ik alles ga beverven. Zo. Zo kan ik hem dan net iets wat makkelijker. Yes. Nou. Toch weer even van dat spul erop. Oh nee, dit is de verkeerde. Oh, zou bijna alles weer ondersmeren. Ik heb vast nog wel een klein beetje aan de zijkant zitten. Wat ik gebruiken kan. En dan moeten we het even voorzichtig doen met een pincet. Hè? Met een pincet poetsen we dadelijk wel weer schoon. Oeh, niet om, dus erboven. Even kijken of ik het daar ook erop kan krijgen. Mocht het erdoor schemeren. Zie je, het is zo gebeurd. Zo gepiept. Potje wel goed dicht doen, hè? Oké. Even een beetje lijm. Even kijken. Ik ben daar steunbeer wel. Ik zit gewoon te kreunen. Zeggen we hier altijd tegen elkaar, je lijkt Brenda wel. Brenda, zei ze in Brins. Ja, Brenda steunbeer. Je zit zo te kreunen. Nou, die gaat wel vast. Ja, dan komt daar toch een bloem op. En dat is een bloem. Ja, ik denk dat ik deze bloem ga gebruiken. Ik denk dat ik die wel heel vet vind. Of uit JMA collectie. Nee, ik heb verder geen bloemen hier liggen. Of uit de... wacht even. De bloem van de Craftlab. Die vind ik ook wel vet. Ik moet even kijken wat ik hem heb hoor. Want ik heb laatst alles bij elkaar zitten doen. Want ik denk dat is wel zo fijn. Althans dat dacht ik. Zit dat hier niet? Zit hij nog gewoon... Nee, ik denk dat hij nog gewoon op zijn plek is. Dan heb ik dat gedroomd. Dan moet ik even kijken. Dan moet ik even opletten dat ik niet tegen de camera aan schiet. Even zijn zin. Dit is Craftlab. Nee, het moet wel een brede zijn. Dan hoop ik wel dat ik die kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Dat is wel een hele toffe. En die kan je opfrommelen. Dat vind ik dan weer wel... passen bij deze, maar dan is die groot zat. Dus ik pak er maar twee, geen drie. Dan neem ik het restje van dit. Even zien. Oei, oei, oei. Het is hier een zooitje. Gewoon niet te filmen. Je kan zien dat ik bezig ben, hè? Maar ja, waar gewerkt wordt, dat mag je zien, hè? Ik zou hem eventueel... Oh, wacht even, hij zit verkeerd om. Ik kan niet andersom draaien. Dat gaat niet in mijn hoofd. Hoppakee. Die zijn klaar. Ik zou hem nog kunnen bestempelen. Maar ik denk dat ik dat te druk vind. Dat ga ik niet doen. Maar dat, als je dat leuk vindt, kan je dat doen. Hè? Ik ga hem gewoon even goed beinkten. En dan moet ik dadelijk even zoeken of ik iets van een zwarte steen heb die erin past.
En ik heb wel een zwarte steen, maar ik ben nu met goudachtig bezig geweest. Ik denk dat ik dat dan weer niet zo leuk vind. Maar misschien heb ik nog wel van die zwarte prilletjes. Maar dat weet ik ook niet. We gaan hem even opfrommelen. Dan krijg je echt een beetje een echtere bloem, zeg maar. En dat maakt niet uit hoe je hem frommelt. Frommel gewoon lekker even lekker door. Dus, en dan vouwen we hem weer open. En dan moet ik even mijn... Kijk, dan is hij net wat... Maar ja, ik weet niet. Een bloem is ook nooit helemaal mooi glad in de natuur. Alhoewel, sommige bloemen natuurlijk wel. Maar ik vind het bij deze stijl gewoon mooier dat hij wat crunchy-achtiger is. Even mijn dikke poplijn eraf. Je hebt hem te lang open laten staan, Ko. Deze staat ook al even open. Maar deze doet het nog wel, gelukkig. Ja, ik zou eigenlijk mijn dingetje erop kunnen zetten. Ik wil hem een beetje versprongen. Moet ik even waar is mijn bolpen? Daar. Kijk, dan duw je hem al gelijk een beetje meer naar binnen. Nou moet ik even zien of ik dus een zwart iets heb. Een zwarte steen. Maar hij mag zelfs blinkend zijn. Ik heb hem wel graag zwart. Kijk, en ik heb wel iets zwarts, maar die vind ik dan weer niet mooi. Even kijken of deze erin. Dat zou ook misschien nog wel kunnen. Wacht even. Ja, dat gaan we doen. Nou, ben ik gelijk gered. Hoeft het geen zwarte te zijn, maar door dat bruinachtige, er zit ook een bruin op de kaart, ben ik ook weer gered. Nou, dan gaat dit er even af, want er zit zo'n... Althans, die maak ik even een stukje korter. En dan vouw ik ze weer terug. Even zien waar mijn schaar is. Oh, jongen. En dan nog even een beetje spetteren. Hopla, kijk, dat moet eraf. Het is een beetje een koper. Brons-koperachtig dingetje. Dus die moet wel echt goed gevuld, want anders blijft hij niet zitten. Dus ik heb wel heel wat lijm nodig voor deze dingen. Oh, ik hoop wel dat ik... Oh, oh. Even zien hoor, dat hij wel een beetje... Oh, ik ga fluisteren, dan horen jullie me niet. Dat moet ik natuurlijk niet doen, hè? Maar hij moet wel vast. Nou, ik vind dit wel een hele toffe, grungy-achtige bloem. Yay! Nou, die zetten we ook even vast. En dan spetter ik er nog even een beetje met... Oh, en ik kan daar nog in die hoek een paar zwarte steentjes kwijt, denk ik. Nou, hoe vet is dit? Met die krullen erbij. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Zie je, want ik twijfelde eigenlijk in het begin. Deze blijft nog een beetje wiebelen, die krul, zie ik. Dat wil ik niet. Dus ik ga even kijken of ik hem nog een klein beetje extra lijm kan geven hier van onderen. Dat hij er toch ergens een beetje aan blijft hangen. Het zou zomaar zijn dat ze hem er van tussen rossen. Dat is niet de bedoeling. Dan moet ik even zien, want er zit wat in wat er niet in hoort. Ik wil even meer beeld voor jullie. Even schoon. Want het ziet er anders zo rommelig uit. Nou, die moet eraf. Hier heb ik ook nog een draad. Oh ja, en ik had een tekst, hè? Maar dan ben ik al gewoon weer kwijt. Was die tekst misschien gevallen? Hey, hij ligt hier gewoon op de grond. Ik vind dat toch wel leuk, een tekstje erop. Hi, beautiful.
wacht even. Als ik hem ietsje kort zet, kan ik hem daar kwijt. Dus, we maken hem, knip ik hem gewoon wel, ja. Het is wel gevaarlijk hoor, als ik knip, want ik knip vaak scheef. Nee, daar moet nog een stukje af. Nou, ik vind het helemaal goed zo. Even zwart maken. Ga ik niet verhoogd opplakken hoor. Niet alles hoeft verhoogd, hè. Die was leeg. Of tenminste, die zat even verstopt. Dus die moet ik even dadelijk doorprikken. Deze doet het nog. Nou, dan worden dat daar geen steentjes op die plek. Ik wil wel dat die redelijk recht komt te zitten. En dat die aansluit hier. En dat is, ik heb scheef geknipt, denk ik. Even zien. Zo hangt hij een beetje. Ja, hangt een beetje. Hangt een beetje af naar beneden. We gaan hem even op deze leggen. Een heel klein beetje er nog af, dat hij wel recht is. Zo, niet te veel. Er zit weer lijm aan dat ding. Maar ja, dan poetsen we hem wel weer schoon. Nou, even kijken hoe ik hem hier weer netjes tussen krijg. Kijk, dan is het net of het doorloopt. Zie je? Ja, zo kan ik ermee leven. Dan hoop ik jullie ook. Ik ga toch even steentjes pakken. Ik heb nog zwarte. Ergens. Hier. Een steentje doet het altijd goed. Hier komen even drie steentjes opzij. 1, 2, 3. Dan pak ik gewoon alle drie de grootste. En soms doe ik het in een hoekje en een bochtje om. Of, blijven zitten jij. En nou doe ik er gewoon drie naast elkaar. Maar dan doe ik het daar beneden ook nog. Dan vind ik het weer terugkomen. Dan komen er hier ook nog drie. Niet, hè? Doe ik het wel hier. Jawel. Nee, ik zit nou met lijm dus. Dat is één. Even je vinger erop. Ziet er al niet meer uit, hè. Ik wou zeggen, dan komt al die inkt ook naar me. Oh. Je gaat niet vervelend doen. Je gaat gewoon daarop. Mijn nagel is ook gelijk gelakt, zie je wel. Kijk, dit vind ik dan vervelend. Dan blijft dat dotje eraan zitten. En dat is op zich niet zo erg. Maar dat komt er van onder. Nou zie ik hier ook allemaal nog lijmdraden. Nou, dan gaan we nog even een beetje spetteren. Maar ik heb voor zwart heb ik een Molotov marker. En tegenwoordig spetteren we eigenlijk allemaal met een Posca. Maar kijk, deze spettert wel heel snel. Dus. Ik tik eigenlijk zomaar heel zachtjes. Oh, kijk nou wat een draden. Op de bloem mag nog wel een beetje. Nou, ik vind hem helemaal top geworden. En dan heb ik nu dus geen stoere heren crunch, maar een stoere dames crunch kaart. Hoe leuk is dat? Nou, dan dank ik jullie allemaal weer voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!